En dan denk ik van ja, ik had eigenlijk moeten puffen. Twintig jaar geleden kreeg ik dan de klachten. En 18 jaar geleden ben ik gestopt met werken, want dat kon ik niet meer. Ik werkte in de horeca. En als je dan het einde van de dag klaar was met het werk, dan ging je dweilen. En toen begon ik vreselijk te hijgen. Ik kon dat dus niet meer. Ik kreeg veel hoestbuien en ik rookte nog. En ja, dan heb je een rokershoesje, noem je dat. En dat werd steeds erger en erger. En op een ochtend had ik zulke hoestbuien dat ik dacht, nou, dit is niet goed. Ik ga naar de dokter. Als je klachten krijgt, dan denk je van, ik heb kanker. Dat is het eerste wat je denkt, longkanker. En dan heb je COPD. En dan, ja, dan moet je daarnaar leven. Je kan veel minder. Ik was er niet echt angstig voor. Mijn kinderen maakten mij eigenlijk angstig. Mijn zoon zei dan, zal je dat wel doen, mam? Je moet rustiger aandoen. En dan dacht ik van, ik geef zelf wel aan wat ik wel en niet kan. Dus ik doe nog heel veel. Als ik het dan benauwd heb, dan stop ik wel even en dan zorg ik dat ik toch wel even bijkom. En ik heb dat vooral als ik 's avonds naar bed ga. Je gaat je uitkleden, je wassen, je tanden poetsen. Dan doe je heel veel dingen achter elkaar. En dan denk ik van, ja, ik had eigenlijk moeten puffen. Ik leef bij de dag. Ik denk niet aan de toekomst, nee. Daar denk ik niet aan. Ik zie wel hoe het gaat verlopen. Ondanks dat ik de afgelopen maanden veel prednison en antibiotica heb geslikt, voel ik me toch nog goed. Vooral de mensen die roken, die dus merken van ik ga meer hoesten. Ga naar de dokter en laat je nakijken. En laat je niet zomaar wegsturen.